verdieping voor leerlingen met een beta-profiel. En heeft u wel andere geïnteresseerden? Want wiskunde is gewoon leuk. Jawel, is leuk. Jawel, is wel leuk. Nee, is niet leuk. Jawel. We gaan zonnestanden uitrekenen op een bepaalde breedtegraad, op een bepaalde datum. Het is niet moeilijk. Tenminste, vergeleken met wat je bij echte wiskunde moet doen, is het een halfjaartje. Hoe doe je dat? Het uitrekenen van de invalshoek van de zon op een bepaalde breedtegraad, op een bepaalde datum van het jaar. Nou, je moet allereerst vaststellen waar de zon op dat moment een loodrechte invalshoek maakt. Want vanaf dat punt kun je gaan rekenen. Nou, er zijn een aantal vuistregels. Als het moment dat de zon loodrecht op het aardoppervlak schijnt precies op de evenaar is, oftewel 21 maart, 21 september, hebben we in het reguliere deel al gezien, dan is het sommetje lekker makkelijk. Invalshoek van de zon is 90 min de breedtegraad. Dus op de, als 21 maart in Nederland 90 min 52, dat is 38 graden. Toch? Ja, echt. Wiskunde, echt. Zo niet leuk. Het is niet eens wiskunde, het is gewoon rekenen. Ik ga dit dus nu echt met mijn telefoontje zitten uitrekenen. Dat mogen jullie ook straks. Dus neem een rekenmachine mee naar, niet op je telefoon, maar wel met de rekenmachine. 90 min 52. 38! Oh! Ik heb niet zo goed geslapen vannacht. Anders dan had ik mezelf vertrouwd. Goed, dus op de evenaar is het makkelijk. Maar als die nou niet op de evenaar valt, namelijk een willekeurige andere datum van het jaar. Ja, dan moet je eerst eventjes kijken of de plek waar de zon loodrecht schijnt op hetzelfde halfrond is als de plek die jij aan het berekenen bent. Oftewel, het is dan zo, is het zomer of winter voor die plaats? Ja. Als het zomer is, oftewel, we berekenen 52 graden noorderbreedte en het is die loodrechte stand van de zon is ten noorden van de evenaar, dan neem je 90, dan tel je daar de breedtegraad bij op waar die zonnestand loodrecht is. Bijvoorbeeld 21 juni 90 plus 23,5. Want dan is het precies op de keerkring. En vervolgens trek je daar de breedtegraad van de plek zelf af. Min 52. Is het geen zomer, maar is het winter, dan moet je de plek waar de breedtegraad van de zonnestand loodrecht is niet erbij optellen, maar ervan afhalen. Nou, dat is eigenlijk best wel logisch. Deze drie dingen, die moet je even in je hoofd hebben. Nou, daar gaan we eens even mee oefenen. Op hoente.nl staat het tabelletje. Dat is deze tabel. Deze tabel. En die moet je even invullen. Nou, ik zal eerst even een voorbeeldberekeningetje laten zien. Waar schijnt de zon? Loodrecht. Op 21 december is dat de steenbokskeerkring. Ja, 21 december is de winterzonnewende. De zon staat loodrecht boven 23,5 graden zuidenbreedte. Oké, dat is dus het andere halfrond. Dus ik moet die breedtegraad eraf halen, niet erbij optellen. Oké, want zuidenbreedte is iets anders dan noordenbreedte. De invalshoek is dus 90 graden, min 23,5, min 52 graden noorderbreedte. Ja, dus op dit moment, dit wordt gefilmd op 4 januari, is de invalshoek van de zon ongeveer 90, min 23,5, min 52 is 14,5 graden. Het zal iets meer zijn, want het is natuurlijk geen 21 december meer en we zijn 2 weken verder. Dus deze 23,5,
die is al minder geworden. Die zal nu misschien 21,5 zijn. Hè? En dan mag ik hier dus 2 breedtegraden bij optellen. Maar zo bereken je dat. Voor de zomer, dan moet je hem erbij optellen. Waar is in de zomer de loodrechte zonnestand op de steenbokskeerkring? Ja, dan is het 90 plus 23,5 min 52. Ja, dat is 51,5 graad. De hoek die de zon dus maakt, hè, de maximale hoek die de zon maakt, dan schijnt de zon dus tussen aanhalingstekens, daar ben ik, het felst, is op 21 juni, is, die hoek is dan 61,5 graad noorderbreed. Niet noorderbreed, het is gewoon de invalshoek, 61,5 graad. Nou, deze tabel die moet je maar eens even gaan invullen. Twee sommetjes, eigenlijk één sommetje voor de equinoxen. Cairo en Durban, dan Svalbard of Spitsbergen. En dan nog 2 keer Brazilië, de grote tropische stad Manaus, midden in het regenwoud, op 2 verschillende data. Ga hier eens even mee puzzelen. Zet de video even stop en vul de tabel in. En dan krijg je zo meteen van mij de antwoorden. Nou, ik ga ervan uit dat iedereen netjes die video stop heeft gezet. Netjes de tabel heeft ingevuld. Dit zijn de antwoorden. Hier kun je het mee controleren. Voor Enkhuizen geldt eigenlijk 2 keer hetzelfde sommetje. Ja, de zon staat loodrecht boven de evenaar 90 min 52. Gedurende die equinoxen precies 38. Ik hoop ook dat iedereen snapt dat 38 het gemiddelde is van 14,5 en 61,5. Is dat ook zo? Het zou wel moeten, hè? Volgens mij klopt het niet helemaal. Cairo, Egypte. Gauw door naar de volgende. Op 21 juni. Dan schijnt die zon op 23,5 graad noorderbreedte. Moet je erbij optellen. 90 plus 23,5 min 30. Ja, Cairo ligt te noordelijk voor een loodrechte zonnestand. Ja, 83,5 graad. 6,5 graad noordelijker dan de loodrechte zonnestand. Dus 90 min... Ja, zou ik het ook doen. Durban, daar geldt hetzelfde voor. Precies dezelfde situatie. Alleen dan op het zuidelijk halfrond. En ik had de datum veranderd. Dus weer precies hetzelfde sommetje. 90 min 6,5. Dan Longyearbyen, Svalbard. Dat ligt op 87 graden noorderbreedte. Dat is de hoofdstad van de eilandengroep Spitsbergen, wat officieel van Noorwegen is. En we moeten het uitrekenen op de equinox. Dan is het simpel, dan neem je 90 graden min 78, is 12. Dat in maart heeft Spitsbergen dus ongeveer dezelfde zonnestand als Nederland in midwinter. Er zit dus ongeveer 3 maanden tussen deze zonnestand in. Alleen Longyearbyen ligt wel een stuk noordelijker dan wij. Nou, Manaus, dat ligt midden in het tropisch regenwoud. En midzomer, Manaus ligt zuidenbreedte, dus 63,5 graad, die zonnestand. Onze midzomer, moet je daar behoorlijk wat aftrekken. Dat is dus redelijk overeenkomstig met onze zonnestand in de midzomer. Ja, hier staat die zonnestand gewoon wat verder ervan af. En op 5 augustus, ja, dan is het moeilijk. Maar ik hoop dat mensen gezien hebben dat 5 augustus precies ligt tussen september en juni in. Dit is zeg maar de middelste datum. Dus we nemen gewoon die breedtegraad, die delen we door 2 en dan komen we op 75 en een kwartje uit. Nou, dit soort trucs, dat is gewoon moeilijk. Maar een beetje goochelen, een beetje
slim zijn, dan ga je daar wel uitkomen, hoop ik.